Ja, sowieso met interviewen is het anders. Je doet het voor een camera. Dat kan ook spannend zijn. Maar daar zo als er 30.000 mensen kijken, dan zie je niet 30.000 mensen voor je. Mm-hmm. Of laten we zeggen, een paar honderd man zie je niet voor je staan. En als je bijvoorbeeld op een podium staat en je rapt, je kijkt een zaal in en je ziet allemaal mensen zitten. En ook als je nog backstage staat en je komt bijna het podium op, doe je die deur open. En meestal kwam ik als een van de eerste. En dan hoor je nog al die mensen praten en zo, gewoon hele ruïna daar zo in die zaal. En dan eindstand kom je op, applaus en dan gevoel wat door je heen gaat. Adrenaline, gewoon blijdschap, maar ook nog meer doorzettingsvermogen. Dus het geeft eigenlijk meer vuur. Ja, gewoon een kick. En wel hoe vaker je het doet, hoe minder het wordt, maar die kick die blijft gewoon